Mike Havenkotte, een trainen onder tropische omstandigheden kan je dit wel noemen. Hoe was dat voor jullie als keepers? Ik moet zeggen, het is warm, maar uiteindelijk is het prima te doen als je ook beseft dat het ook in wedstrijden zo kan zijn. Dus wat dat betreft is het gewoon prima. Ze zeggen ook wel eens dat het zwaarder is om te kijken dan om zelf in actie te komen, hè, tijdens warme omstandigheden. Ja, precies. Ik denk dat je er niet te veel over na moet denken en dat je gewoon lekker moet trainen en genoeg drinken tijdens de trainingen. Dan moet het wel goed komen. Morgen spelen jullie wel een wedstrijd. Heb je zonnebrand bij je? Ik heb geen zonnebrand bij me, maar ik denk dat ik wel een extra bidonnetje meeneem naar de goal toe. Want als keeper krijg je natuurlijk niet zo heel veel te doen tegen het Westlands elftal als het goed is. Dat is inderdaad de bedoeling dat ik niet veel te doen krijg, maar ik denk dat, dat als je wat te doen krijgt, dan moet je op die momenten moet je er wel staan. Dus ik denk vooral morgen in die hitte dat het belangrijk is dat je focus en concentratie erbij houdt. En dat je de ballen die je krijgt, die moet je pakken en moet je goed verwerken. Jij moet het vooral gaan laten zien tijdens de trainingen, want je bent op zoek naar een contract. Waarom ga je niet door bij FC Utrecht? Wat je zegt als eerste, ik ben op zoek naar een contract. Dat hoop ik hier bij Excelsior af te dwingen. Bij Utrecht ben ik na 8 jaar heb ik de club verlaten. Ik heb de afgelopen 3 jaar met een contract gezeten daar. En na die 3 jaar is besloten het niet te verlengen. En waarom is dan de vraag? Ja, waarom is de vraag? Leggen ze dat uit? Ja, tuurlijk. Je krijgt een bepaalde uitleg. En dan komt het neer niet de speelstijl van FC Utrecht 1. Misschien het afgelopen jaar niet helemaal optimaal ontwikkeld. En dat, daar blijft het dan ook bij. En wat is dan je eerste indruk van Excelsior? Ik bedoel, je loopt er nu een week rond? Ja, ik moet zeggen, ik ben hier vorige week zaterdag gekomen. En mijn eerste indruk is erg goed. Leuke spelersgroep en kleine club hou ik wel van. En gewoon echt een gezellige club die een doel heeft voor aankomend seizoen. Want op wat voor termijn hoop je duidelijkheid te krijgen van Excelsior van of ze met jou verder willen? Want je moet ook, stel dat dat niet het wordt, als het aan het einde van de voorbereiding is het een beetje vervelend voor jou. Ja, ik hoop dat ik binnen een week duidelijkheid heb. Die afspraak ligt er ook? Dat nog niet volgens mij, maar volgens mij is het wel redelijk duidelijk dat ik voor de 12e, de 13e wel duidelijkheid heb inderdaad. Theo Timmermans, hoe is het om te trainen met dit soort zomerse omstandigheden? Ja, ik ben hier nu, dit is de derde dag. En we gaan met z'n allen de voorbereiding natuurlijk in. En ik ben blij dat ik hier ben. Het is een paar dagen goed bevallen. Het is vrij warm, want ze hebben een scorebord. Dan zie je af en toe even met z'n allen van 30 graden, 31 graden. Maar goed, hoort er allemaal bij. Hè? Ja. Morgen spelen jullie een wedstrijd tegen het Westlands elftal. Kom je dan ook in actie? Morgen niet. Kom je wel? Dat denk ik wel. Hè? Want je voelt je toch betrokken nu bij de groep. En ik wil weten hoe het gaat, hoe de voorbereiding gaat en hoe het met deze club is. En dat is nu toe goed bevallen. Want waarom doe je morgen nog niet mee? Ja, er zijn al 2 keepers. Geen idee. Ik hoorde het net van de keeperstrainer, Rob van Dijk. Ja, dat is een keuze, ja. Want jij bent op zoek naar een contract hier bij Excelsior. Hoe komt het dat jij zonder contract zit? Want 2 jaar geleden kon jij geloof ik overal heen bijna. Nou, dat is bij Volendam zijn we net niet gepromoveerd naar de Eredivisie. En toen heb ik er goed over nagedacht. Alleen, ik moet wel iets hebben dat ik volledig in mijn krachten sta en dat ik me goed voel. En dat ik er weer met z'n allen tegenaan wil. En dat gevoel ontbrak. En dan moet ik ook eerlijk zijn tegen de mensen die mij daar hebben opgevangen. Allemaal waarderen. En dan kan je niet met een slecht gevoel naar de club toe. En dat moet niet. Hè? Want dan betalen de mensen mij terwijl ik... Dat wil ik niet. Want je was iets minder gemotiveerd omdat je vorig jaar achter Theo Zwartvoet op de bank kwam. Ja goed, dat is een keuze van de staf. Hè? Ik bedoel, het is aan ons om te laten zien wie er hoort te spelen, wie niet. En, op een gegeven moment dan is het gevoel is het gewoon een beetje weg. En ik speelde weinig toen, maar dat is niet het enige. Want hadden we gepromoveerd naar de Eredivisie, dan had ik misschien wel weer zoiets van hey, we moeten er alles weer aan doen om erin te blijven. En nu ben ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ja. Maar morgen dus nog eventjes niet aan de bak? Nee, morgen niet aan de bak. Nee. Heel veel succes en succes met het verdienen van een contract hier. Bedankt.